In het voormalige Europolgebouw hier naast mij wordt druk gerepeteerd voor de Notenkraker. Een dansvoorstelling die met kerst te zien is in het Lucent Danstheater. En wij krijgen de komende tijd een kijkje achter de schermen bij deze grote productie. Waar wel 220 kostuums aan te pas komen en ruim 70 dansers aan meedoen. Al die dansers staan onder leiding van de bekende choreografen Rinus Sprong en Tom Stewart. Je kent ze misschien ook nog wel van het programma The Ultimate Dance Battle op RTL 5. Van Rinus krijgen we een rondleiding door het pand. Dit duistere hok is het hok waar alle kostuums zijn. Nu opgeslagen is nog een zootje. Maar ze zijn wel allemaal gesorteerd op scènes, op rollen van de Rattenkoning en Russisch. Alles hangt hier min of meer. En nou heel even kort, voor wie het verhaal niet kent, de Notenkraker. Korte samenvatting, want je noemde al een Rattenkoning, weet ik het allemaal wat. Het is zo dat we baseren het in Den Haag. Dus het is de beroemde Haagse familie, de familie van Wassenaar. En die hebben een dochter, Amalia. En die gaat met haar familie aan het einde van een groot feest, waar alle ambassadeurs uit Den Haag komen. Dus we hebben een Spaanse, een Russische, een Chinese, een Israëlische. Nou, we hebben heel veel ambassadeurs die naar het feest komen. Aan het eind van het feest gaan ze natuurlijk naar de nachtmis, want het is kerstavond. Dan gaan ze naar de grote kerk. En in de grote kerk valt Amalia in slaap. En dan krijgt ze een droom. En in die droom komen vanuit alle hoeken van de kerk komen muizen en die veranderen op een gegeven moment in ratten. Haar broertje komt haar redden, maar haar broertje wordt vermoord. En uiteindelijk doodt Amalia de rattenkoning. Nou, een beetje een luguber verhaal. En dan, als dat voorbij is, wordt de nachtmerrie een droom. En dan komen van allerlei mensen weer, die ambassadeurs komen dan in hele andere kostuums, komen dan voor haar dansen. Omdat ze zo fantastisch het kwaad heeft bestreden, zeg maar. Dus wel eindgoed al goed. Eindgoed al goed. En aan het einde wordt ze gelukkig weer wakker. Dan zitten ze gewoon weer naast pa en ma in de kerkbank. En gaan ze met z'n allen weer terug naar huis om chocolademelk te drinken. En dan heeft Amalia zoiets van, was het nou een droom? Of was het werkelijkheid? Nou echt gebeurd? Maar ondertussen is natuurlijk wel heel erg verliefd geworden op een jongen. En dat is wel de clue van het verhaal. Ja. Hier is dan zeg maar waar de dansers kunnen ontspannen. En dan krijgen ze ook de kop koffie en dan kunnen ze internetten. En dan tussen de repetities door zitten ze hier lekker te loungen. Dit is de lounge area. Oké. En wie zijn die honden? Dit zijn mijn honden. Dit is Rudy, oude hond van 15. Oh. En Nana is een vluchteling uit Griekenland. Niet vanwege de financiële crisis, maar vanwege dat wij er gewoon mee hebben genomen uit de asiel. Oh, wat schattig. Ja, ja, ja. Dus dit is jullie thuisbasis. Dit is ons paleis. Ja. En hoe vaak repeteren jullie hier? We repeteren heel het weekend. Dus dat is zaterdag en zondag. Vrijdags. We repeteren woensdags. En de individuele repetitie voor de solisten zijn wanneer zij kunnen. Dus de hele week door. En eigenlijk zijn Tom en ik hier zeg maar per dag van 9:00 a.m. tot 9:00 p.m. bezig. Behalve proberen we op maandag een vrije dag te hebben. En dat lukt ook niet altijd. Nee. Dit is de balletzaal. En hier zijn we bezig om alles te monteren, want de ene helft heeft het van de week zus geleerd en de andere helft heeft het vanochtend zo geleerd en dan gaan we het allemaal in elkaar zetten. Dus het is altijd een heel spannend moment of het klopt wat we gedaan hebben. En dit is dus een beetje ons hoofdkwartier. Ja, en ik zie al wat soldaten. Allemaal soldaten, ja, met gevaarlijke geweren. Voor het oorlogsweekend. Doe eens even of ik kan schieten. Even, hoe schieten jullie? Hoe schiet je? Hoe schiet je? Professioneel schieten? Handen omhoog, professioneel schieten en dan? Bam! Juist. Zo, oh ja, dan gaat het geweer omhoog. Ja, want dan krijg je die luchtdruk. Dat hebben we eens geleerd. Dat is een luchtdrukpistool en dan krijg je bam! Ze moeten blijven staan. Ze weten dat heel goed. Vandaag is een belangrijke repetitiedag, want het is oorlogsweekend, zoals Rinus dat zelf noemt. Dit weekend is het oorlogsweekend. Nou, het is eigenlijk altijd wel ergens oorlog in de wereld. Maar deze keer is het oorlog bij ons in de studio. Want we brengen de kinderen nu in aanraking met zeg maar, de rattenkoning. De professionele dansers, de ratten. En dat zijn soldaten, muizen die tegen elkaar gaan vechten. En dat is oorlog, ja. Dat betekent opperste concentratie voor de leerlingen. Nu
zijn we met de oorlog bezig en dat is gewoon ontzettend spannend. Want je werkt apart met de muisjes, je werkt apart met de tinnen soldaatjes en met de solisten. En nu voor het eerst komt het allemaal samen. En ja, dat vinden kinderen van 7 of 8 natuurlijk heel spannend om door zo'n grote rattenlucht in gesmeten te worden. En ja, dan is het heel veel giebelen en heel veel spanning en dan letten ze niet meer op. En muzikaal is het heel lastig, dit stukje. Pak, achteruit Frizo, help hem op. Spring en klem, down en up. Down en up, pak een beet, up, op en neer, op en neer, op en neer, kill, 2, en sleep, sleep. Heel goed. Scheiße, we hebben nur nog 15 minuten. Ik heb jou net al gezien en je werd helemaal de lucht in gegooid. Ja, klopt. Is dat niet een beetje eng? Nee. Nee? Nee. En wie ben jij in de voorstelling? Wie speel jij? Ik ben het broertje van Amalia. En wat moet je doen? Ik moet eerst op het feest en daarna moet ik in de oorlog vechten. Oh. En hoe is dat? Hoe vind je dat om te doen? Ja, best wel grappig en leuk. En hoe doen Rinus en Tom het nou? Wat vind je van ze? Ja, ik vind het heel goed. Ja? Ja. Wij zijn wel streng in dat we discipline eisen. En het zijn amateurs voor een deel. Kinderen. En ja, die moeten wel gewoon echt luisteren. Als je namelijk allemaal een goede kwaliteit van een voorstelling wil, dan moet je heel erg veel eisen van jezelf, van je talent, van de anderen om je heen, dat die allemaal als één grote gemeenschap samenwerken. Ik kan wel iets uitleggen, maar als de helft staat te kletsen en niet luistert, dan word ik wel boos, ja. 1. Nee. Als je naar mij kijkt, doe ik het voor. Ik weet dat je vaak de video gekeken hebt, maar ik weet de muziek echt. 6, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stop. Ik denk dat de balans tussen Tom en mij heel goed is. Omdat Tom is meer de man van de roosters, de tijden, de strikte tellen. Dat kan hij heel goed allemaal in vakjes zetten en plaatsen. Ik ben meer degene die een beetje warhoofd is, er doorheen zweeft. Sommige dingen doen we samen. Grote massascènes, dat we echt qua regie elkaar aanvullen van zullen we dat, zullen we dat. T'enlevé, step, step, jeté. Dat is wat het is. Niet okay. Eerst jeté en dan t'enlevé. Er is geen ander echt kerstballet wat zo, ja, het is een en al kerst. Deze is 2 keer 3 kwartier en je hoort het hele verhaal in de muziek. Het is een spannend verhaal, maar je hoort de klok 12 slaan en je hoort iets spannend gebeuren en je hoort het geweerschot. Een puntje van je hoofd uit de buik hebben. Zodra je ga je achteruit. En dan ga je liggen. Jij gaat dan op haar af en nou, Amalia, ga jij er aan, meisje. Jij gaat er aan. En dan. Rot meid! En dan heb je die. Sterfscène. Ja, ik vond het ook een beetje makkelijk. Ja. Je ziet ieder jaar meer mensen auditie komen doen. En je ziet ieder jaar ook het niveau van de amateurdansers stijgen. Natuurlijk ook onder invloed van de tv-programma's. Want al die jongelui zien die tv-programma's en wat het kost om danser te zijn. Maar hoe leuk het kan zijn. Tweede keer. Pak en til hem op. Spring. 2, 3, 4. Hoe is het om rattenkoning te zijn? Ja, hoe is het sowieso om rat te zijn? Het is wel een aparte beleving, hoor. Ja? Ja. Je moet je heel erg inbeelden in een beest en toch nog een soort van menselijk zijn. Ja. En dan nog de koning zijn ook. Dus dan ja, je moet wel goed je best doen. En hoe zie je eruit als een rat? Wat doe je dan om een rat te worden? Ja, ik ga niet dagelijks om met ratten, maar volgens mij hebben die van die klauwtjes, weet je. Dus je probeert je een beetje ja, kleiner te maken. En ik heb ook een dikke buik, dus dan wat lomper en dan wat grauwer ook. Ja. En wat betekent het nou voor jou om in deze voorstelling te mogen dansen? Deze voorstelling is eigenlijk heel leuk om te dansen. Omdat het zeg maar, je hebt hele kleine kinderen, je hebt wat oudere mensen om het zo maar even te zeggen. En het is zo gevarieerd. Mensen zijn professioneel, mensen zijn amateurs. Het is, weet je, en iedereen heeft heel veel respect voor elkaar. Dus dat maakt het heel gezellig om met elkaar te werken. De
vorige versie was in de Grote Kerk. Dat had een prachtig decor, namelijk de Grote Kerk. Maar die was dus anderhalf uur natuurlijk hetzelfde. Nu staan we in het Lucent Danstheater op een groot toneel en hebben een nieuw decor. Dat is eigenlijk een soort enorme drie schermen filmprojectiewand met animaties van David Middendorp. De Notenkraker is zeg maar een westers ballet. Dus we wilden dan een westers ballet neerzetten vanuit ons, mij en Tom Stuart zijn achtergrond. Dat wilden we neerzetten met daarin invloeden van allerlei religies en tradities van over de hele wereld. Ik denk dat het heel magisch wordt. En dat vergt ook aanpassing voor de choreografie, voor de kostuums. Het wordt wel echt een nieuwe versie van onze bestaande Notenkraker. Is weer een nieuwe repetitiedag aangebroken. We komen steeds dichter bij de première op tweede kerstdag. En vandaag wordt er niet alleen druk gerepeteerd, er worden ook foto's gemaakt voor het programmaboekje en de eerste kostuums worden gepast. Oeh, niet te hopsen. Wat is nou voor jou de uitdaging in dit stuk? Kan je dat omschrijven? Wat is er nou zo leuk aan? Ja, de uitdaging is toch wel het acteren. Ja? Dat is echt heel lastig om verliefd te acteren, zeg maar. Ja, en het leuke eraan is gewoon de gezelligheid met alle mensen hier. Heel... Want je wordt verliefd op Amalia. Hoe oefenen jullie dat dan, dat verliefde gevoel? Ja, veel bij elkaar, zeg maar, gewoon op school. Ja, we zitten ook bij elkaar in de klas, dus we zien elkaar wel iedere dag. Ja. Dus ja. Maar vinden jullie elkaar in het echt dan ook een beetje leuk? Ze is wel aardig. Ze is wel aardig! Ik ben een rat en ik ben een bloem. Zo, een dubbelrol. Ja. Ja, een dubbel. En welke vind je het leukst om te dansen? Ja, het verschilt. Zijn allebei leuk. Een bloemwals is meer technisch en een rat is meer bewegen en... Ja, lekker een beetje spastisch doen. Goed. En met hun, als zij openen, gaan jullie open. Als die twee loslaten, dan openen jullie ook. 7 en 8. 1, alleen maar kijken. Hoe gaat het tot nu toe? We lopen een beetje achter, voor mijn gevoel. Want vandaag moet eigenlijk de eerste acte echt goed zijn. En gisteren met de andere cast is dat niet echt gelukt. Dus volgende week moet ik naar de tweede acte. Terwijl ik denk van, we hebben eigenlijk nog echt een hele zaterdag en een hele zondag nodig om met beide cast de eerste acte goed te krijgen. En nu arabesque. Hij moet verplaatsen. Hetzelfde als Jasper, hij verplaatst niet naar die hoek en dan moet je doen piqué coupé in plaats van piqué faillie. Strek! Achterbeen is attitude. Nu strek je ondervoet, strek je ondervoet. Développé, développé. Shapa, en tak, en go. Travel, go to the next corner on diagonal. Blijf naast hem, Lieke. Tak. Brush, step, step, step. Ik denk voor iedereen, behalve technische uitdagingen hier en daar, van hè, moeilijke dingen op spietsen of lift of gewoon dingen die ze nog nooit hebben gedaan qua ballettechniek of zo, is het allerbelangrijkste dat het een verhalend ballet is. En zeker natuurlijk de Amalia en de Cadet die de hoofdrol doen, de titelrol, die zijn bijna die hele anderhalf uur op toneel. En zeker, zij moet ons meenemen op die reis. Hiermee ga je op de foto. Om ervoor te zorgen dat het publiek tijdens de voorstelling alles weet over de Notenkraker, worden er vandaag foto's gemaakt voor het programmaboekje. En daar moet iedereen natuurlijk spik en span op staan en wel in kostuum. En hou hem maar, je elleboog vooral. Je elleboog naar beneden, rechterarm naar beneden. Ja, dit is beter. Naar beneden, dus langs je lijf, juist. Hoe voelt het? Ja, het valt nu helemaal mee, maar dat, straks als je moet bewegen, dan zal dat wel warm worden. Ja. En dan doe je dat zwaard, doe je zeg maar naar je linkerwang een beetje. Goed in de lens kijken? Ja, kijk maar in de lens. En Emily, mag je hoofd een klein beetje naar links.
Je mag iets tegen hem aan gaan staan. Emily, leun maar een beetje tegen hem aan. Ja. Jullie een beetje strak kijken. Ja, perfect. Vind je hem niet mooi? Ja, ik vind hem mooi. En wat vind jij ervan? Julia? Vertel leuk. Ja? Ja. Heel mooi. Goed zo, gelukt. Dank u wel. Afschminken. Hup. En er worden meer kostuums uit de kast gehaald. De tutus voor de bloemenwals en de sneeuwpakjes worden gepast door de dansers. Dit zijn de kostuums voor de bloemenwals. Dit zijn de bloemen. Dit zijn de bloemen. Ja, en dit zijn de sneeuw. Dat kan je natuurlijk ook zien aan die kleuren. Ja. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel duidelijk sneeuw, wit met zilver. Ja. En die bloemen, ja, die hebben natuurlijk kleurtjes. En die, eigenlijk zie je het niet aan het begin, maar die zie je natuurlijk als ze gaan dansen, komen die gekleurde rokken komen natuurlijk heel erg mooi naar buiten. En hoeveel uur werk zit er nou in dit rekje? Nou, hoeveel? Drie weken. Drie weken. Ja. Dus eerst moet je het model maken, stoffen inkopen. En dan moet je genoeg van dezelfde stof kunnen krijgen. Het is een bedrijf in Duitsland en dan ontwerpen we en maken we alle kostuums. We komen steeds dichter bij de première en vandaag is het decor aan de beurt. En dat is niet gemaakt van hout. De decorstukken zijn namelijk animaties. David, wat ga je precies vandaag allemaal doen? De stukjes die we niet in de animatie kunnen maken, en dat zijn meestal de mensen zijn heel lastig om te maken, die filmen we vandaag en die plakken we dan als het ware in de animatie. Ik kan tegen de computer zeggen, ik wil alles wat groen is, dat wil ik weghalen en daar wil ik een andere achtergrond voor. Dan neem ik natuurlijk de achtergrond die we gemaakt hebben in de kamer. Alleen nu om het te testen heb ik even gekeken, oké, als ik nou rood achter dit plaatje zet, komt het dan tevoorschijn als ik het groen weg wil hebben. En ja, dat klopt. Dus vandaar dat we groen nemen, omdat we het als het ware weg kunnen poetsen, zeg maar. 3, 2, 1, go. En wat moet je straks gaan doen? We gaan zo meteen een opname doen waarbij we in de openingsscène aankomen op het feest. Dus dat gaan we zo filmen. En dan gaat David Middendorp even daar mooie sneeuw achter plaatsen, zodat het lekker echt is. Dus jullie zijn straks te zien als decor op de achtergrond? Ja. Ja. Ja, zo opent het stuk. En dit heb jij dus al van tevoren gemaakt, die achtergrond? Dit maken we van tevoren en daar zetten we dan later wat we nu gaan opnemen, zetten we daarin. Dit ziet er heel ingewikkeld uit, wacht even hoor. Nou, we kijken nu als publiek een beetje de zaal in. Dit is dadelijk in het Lucerne Danstheater. En daar staan drie grote schermen waarop we gaan projecteren. En in die schermen zitten ook deurtjes. En die deurtjes die vallen vaak weer precies samen met de animatie. En dan kunnen ze dus echt doorheen lopen natuurlijk. Dat zijn echt openingen. Ja, dan kunnen ze dan echt doorheen lopen. Dus dit deurtje kan echt iemand uitkomen die dan daarna gaat dansen. Wat zien jullie er mooi uit? Ik zit even te kijken wat jullie nou precies zijn. Nonnen? Arabisch. Arabisch? Ja. Ja. En wat moet je straks doen dan voor het decor? Dat weten wij zelf ook nog niet echt helemaal precies. En wat doen jullie in de voorstelling? Wat dansen jullie? Ja, ook Arabisch en soldaten. Dus, ja. En hoe vind je het nou om in deze voorstelling mee te mogen doen? Ja, wel leuk. Ja. Spannend. Ja. Ja. Wat gaan die Arabieren nou precies doen? Die gaan naar huis. Ze gaan naar huis? Ja. Ze hebben een feest gehad en ze gaan nu gaan ze naar huis. En we zien ze daar hier niet, maar in de voorstelling zien we ze alleen nog even in het raam weglopen. Dat is het enige. Rinus en Tom hebben er het volste vertrouwen in dat alles goed gaat komen. Maar of de voorstelling op tijd klaar is, dat kun je gaan zien in deel 2 van de Making of the Notenkraker op 6 januari. Wil je nou zelf naar de voorstelling toe op 26, 27, 28 of 29 december? Kijk dan voor meer informatie even op deze site. Tot volgende keer.